We hebben hier een hele speciale gast, Rutger. Vertel jij eventjes. Nee. Nou, hij zit hier tegenover. Ik kan echt zeggen, mijn beste vriend. Hij heeft geen aankondiging nodig ook trouwens. Mijn beste vriend. Needs no further introduction. Nee. Mijn beste vriend van al mijn slechtste vrienden. Monsieur Tudor, mijn grote vriend. Nee, jij kwam hier heel vaak. Het was gewoon fucking gezellig. De klik was er tussen ons. En toen zijn wij een relatie begonnen. Nee, dat deed je een half uur. Ja, maar wij zeiden niks. Dan zijn we 5 jaar in een relatie verder. Nu snap ik de eerste vraag. Ja. Ja, hoe hebben we hem leren kennen? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Volgens mij is hij een keer gewoon met alle andere Belgen. Niet alle andere Belgen, zeg maar een paar Belgen. Een paar mensen uit België die met hem bevriend zijn. Hier naar de winkel gekomen. Die kwam ooit een keer met twee vrienden. Hij volgde ons al langer, dus we hadden via Instagram wel contact. En ook persoonlijk volgden we elkaar, stuurden we elkaar naaktfoto's en dat soort dingen. Je kent dit wel. Hè? Dus toen kwam die een keer na 1,5 jaar of 2 jaar dat ik bij Amsterdam Vintage Watches werkte, kwam die een keer langs met twee andere goede vrienden van hem, waaronder de Horoki, ook op Instagram wel bekend. En er was gewoon gelijk een klik. Toen zei Christophe, weet je wat ook leuk is? Tudor. Dus kijk er eens naar. Terwijl hij zelf alleen maar Rolex heeft. Nee, hij had hem zelf ook. Nee, maar het is echt een gauw kerel. En hij is altijd welkom hier bij AVW. Net als dat hij ons altijd welkom heet bij hem in Antwerpen. In zijn slaapkamer. Deze clip is naakt, volledig naakt. Ah, vandaag. Dus, ik ga hem straks ook eigenlijk. Ik loop alleen maar in mijn onderhoek, maar echt bij elke shot. Nee. Ik moet alleen wakker worden, soort van in de clip wakker worden. Oké, tuurlijk gaat. Wat denk ik? Kijk, het werkt als een fucking trein, als je een bekende naam natuurlijk clickbait gebruikt. Alleen Jorik en ik hebben gewoon al heel veel leuke momenten meegemaakt. Waaronder in die fucking documentaire hebben we echt fucking leuke gesprekken gehad. Alleen dat wilden ze niet in die docu zetten. Fucking jammer. Ja. Gaat de clip volgens plan tot nu toe deze? Ja. Gaat het allemaal goed? Ja, oh, je hebt het mooi. Gevonden. Hoi, Cecile. Hoi. Ja, ik heb het gevonden. Hoi. Grootste kamer, zei je toch? Ja. Ik ben hier elk weekend, dus dat was voor mij een eitje. Alles goed, vriend? Ja. Nu is steeds groter dan mijn appartement. Hey. Holy shit. Oké, Jasper, dit is een belangrijke videoclip. Dit is het moment dat je kan doorbreken. Dus je kan het, ik geloof in je. Je kan het wel. Kom op. Kijk, je moet bij zulke grote bekendheden moet je jezelf wat moed inpraten. Ik ben altijd heel zenuwachtig bij bekende mensen. Is dat een cadeau van Napoleon? Dat weten we niet. Okay. We weten niet. Hortense had heel veel juwelen en de tiara is een riem geweest. Dus vroeger droeg je van de jurken en had je zo'n riem heel hoog zitten. Ik weet niet of je dat... Jorjella is om dat. Ja, wat ik altijd onder een beetje plusje en dan. Ja. Hier staat geen Gucci print. Alleen hier staat niet in G. Nee, geen Gucci. Maar ik zal deze ook wel willen. Dus, ja, ik weet wel dat je een Napoleon-complex hebt. Nee, dat heb jij ook. Ramon heeft Napoleon-complex uitgevonden. Hij heet Ramon Napoleon in plaats van fucking Ramon Soprano. Hij zit vast, toen hij op deze stoel zat, zat hij sowieso met een sigaartje. Doet hij alsof hij Soprano is. Maar het is eigenlijk gewoon een Napoleon. Kijk, laat ik vooropstellen, als er iemand hier binnen dit bedrijf een Napoleon-complex heeft, dan is Jasper dit. Ik bedoel, wie laat er nou zo'n afgrijzeloos schilderij van zichzelf midden in zijn zaak ophangen? Gewoon echt pontificaal, gewoon in de ruimte. Je kan er gewoon niet omheen. Wie doet het nou? Hij. Laten we het vooropstellen. Ramon staat op eenzame hoogte. En ter compensatie heb ik een schilderij van mezelf weer opgehangen. Om toch een beetje op zijn niveau te proberen. Weet je, kunnen toch een beetje sparren. Maar uiteindelijk, boven mijn bed hangt een schilderij van Ramon. Kijk, weet je wat het is? Ik ben ook gewoon een soort Napoleon. Dus dat hele Napoleon-complex is voor mij onbekend. Je zou het eerder het Ramon-complex kunnen noemen, weet je? Dat iemand die zo geweldig is als ik, die zo vol is van zichzelf. En met vol bedoel ik niet dik, want dat was ik. Maar zo vol is van zichzelf. En eigenlijk gewoon ook op alle vlakken in het leven geniaal is. Ja, dan, ik snap dat mensen zich daaraan een soort van proberen vast te klampen en daar ook naartoe proberen te werken. Wat was de vraag ook alweer? Of is het grappig als ik dan zeg maar helemaal te ondergaan dat ik te kort ben? Is dit grappig als ik gewoon dit doe? Dat zou ik niet voor je ook zeggen, maar dat doe ik er weer even in mijn boek. Maar het leukste van, zeg maar, om te filmen in de vlogs vond ik altijd gewoon de scènes in bed. Alleen kon altijd 90% niet gebruikt worden voor de vlog.
Door alle debiele shit die Ramon zei. Die turbo timer, vertel. Die turbo timer is gewoon jaren 30, hele dope sectorachtige dial. Dat is ook wel cool glas, hè? Dat glas is ook echt cool, man. Ja. Hij heeft glas. Dat is wel echt heel cool. Nee, dat moment wat we hadden, volgens mij die eerste avond dat we daar waren, moest ik de vlog checken om, om alle fouten eruit te halen en te verbeteren, aangezien jullie het altijd met tering veel fouten aanleveren. Dus toen moest ik hem checken. En toen dacht ik, nou, ik doe het wel nu in bed. En nou, toen kwam jij er naakt bij zitten en Rutger ook. En toen hadden we wel met z'n drieën een grappig momentje. Toen we helemaal stuk gingen om die turtle timer. Ja, dat was geniaal. Dat glas is ook echt cool, man. Nee, mijn favoriete deel van elke vlog is Ramon en Rutger samen in bed. Alleen het maakt het uiteindelijk niet to the final cut in elke vlog. Maar uiteindelijk eindigt elke vlog in principe met Ramon en Rutger samen in bed. En zeker als we op reis gaan, dat is heel gek, want ik boek altijd twee kamers. Maar toch liggen ze bij elkaar in bed. Heel vreemd. Ja, dat was best wel eng, man. Ik zeg eerlijk, die kameel maakte wel gekke geluiden, bro. Die was tering boos. Die kameel. I've seen it. 1680, right? Yeah. Very cool patina. Really cool. Yeah. It's like 100% original consistent. Like, yeah. Ja, die Selman is wel het unieks, man. Ik vind die wel echt ziek. Die is hard, hè? En die plaat, zeker hier met gewoon een beetje tropische weer. Dan zo'n gouden day-date met de... Ik vind vooral die lime echt gruwelijker dan zeg maar in het echt. Ja, die lime, ik dacht dat die echt niet wearable zou zijn, weet je wel. Dat het echt zo'n piece ja. is die veel te flashy is eigenlijk. Maar het valt best wel mee. Maar hij is gewoon best wel casual. We hadden hem één keer in het geel-goud, denk ik, die lime. Toen vond ik hem niet heel boeiend. Die heeft ook best lang gelegen toen. Deze heeft wel lang samengespeeld. Maar als ik een horloge als ik eentje zou moeten kiezen voor gewoon die ik dagelijks zou dragen, dan zou ik wel die Oxblot kiezen. Deze past ik niet in. Die Oxblot is gewoon clean, die is niet zo opvallend. What are you wearing? You asked for it. Yeah. Can I see it? No, no, it's not the only one. Is it for sale, the watch or not? Yes, sir. Okay, wait up here. I have an offer which is nice. Really? No joke. I have 2 million dirham, 550,000. So Andrea Fofi is not the only idiot watch dealer in Dubai at the moment. Bro, ik ga je even een insane watch laten zien. And I'm not selling. You know, at some point, maybe there's one client. Kapot zie. Ik ben gehouden om niet. Klant van mij wil deze echt heel graag. Komt alleen maar wit goud, platina, staal. Hij wilde een bot doen op deze. Maar hij verkoopt het niet. Vertel even wat voor bot hij net zei dat hij al had. Hij zegt net dat hij dus 500,000 geboden heeft gekregen. But you're definitely not selling. Not at the moment. Maybe at some point. Klap in je gezicht zijn als lieve. Ai, yeah! Oh, joh, ik word gefilmd hier. Oké, als die verkoopt, maar dan moet die zeg, als hij binnen 2 uur verkoopt, spring ik met pak en al hier de gracht in. Okay. Ja? Maak een filmpje. Van onze drops is het bekend dat heel veel mensen heel snel toehappen en hem gelijk willen kopen. En er zat één horloge binnen deze drop, de rest wisten we al van tevoren, dit gaat snel uitverkopen. Maar één horloge is best wel lastig te verkopen. Dus op een gegeven moment hadden we ze alle 5 al verkocht binnen 2-3 uur en bleef die 1 over. Dus dan had ik gezegd, weet je, als we het voor elkaar krijgen om die te verkopen, dan duik ik de gracht in. Binnen 20 minuten belden 3 mensen die zeggen, ik wil hem kopen, want dan springt Jasper gracht in. Ik zei, oké, het is een integrated band, hij is heel small. Maakt niet uit, dan geef ik hem aan mijn vrienden. Ze wilden me gewoon in de plomp hebben. What? Kijk wie we daar hebben. Oké, okay, let's fucking go. Moet Floortje niet mee? Moet je de garant mee? Ja. Huh? Ik loop wel terug. Oké, schat, ik moet heel veel in de gracht springen, dus ik bel heel veel later, ja? Ja, dat is geen grap. Ja, omdat ik een weddenschap heb verloren. Dus ik ga heel veel nu in de gracht. Oh, kijk okay, goed.
Oké, Dave. Ja, maar je telefoon. Ja, dat jou. Het is zo'n tering, Ranzo. Ga je even veel. Oh my god. Oh my god, dit is zo nasty gewoon. Hoor, je kan wel doodgaan in die grachten. Fietsen, ratten, is gewoon giftig. Voor het kijken naar een vlog. Volgende week houden we het wel droog. Maar voor Jasper is ook gewoon gek op zwemmen. Ja. Ja, tuurlijk. Dus hij kan gewoon en een horloge verkopen en zwemmen. Echt een waterrat. Een topdag. Ja. Oh, yo. What the fuck? What the fuck? Die wist ik even. De laatste. Maar bij mij is het geen risico. Ja. Yes? Ja, kom maar. Ja? Ja. Wow! Deze guy. Ja. Knap op Dennis. Een drop in. Hey, joh! What the fuck? Dennis was van de straten. Maar dan van de graffiti en skate scene. Dus hij zat volgens mij in graffiti clans of zo. Dus laatst spraken we ook iemand die graffiti ook vroeg. Toen was het oké, nog Storm en Bliksem en zo van de clan van daar en daar. Toen we die gekke graffiti op die trein spoten, weet ik veel wat. Dat soort shit deed hij. En de skaten. Hij kan nog steeds wel, maar altijd op camera durft hij niet te doen of zo. Maar hier dus wel. Wat moeilijk. Door met verkopen, katje eruit, hop. Dennis heeft een heel leven waar wij niks van af weten eigenlijk. Echt, je kan gewoon een random baan opnoemen of überhaupt gewoon een random ding. En dan heeft Dennis wel iets gedaan wat daarmee te maken heeft. Niemand weet alles van Dennis' verleden. Want Dennis' verleden is zo elaborate. Volgens mij heeft hij alles al gedaan in zijn leven. Hij heeft een namaakkunst verkocht aan deuren. Dus als je het hebt over verzorgingstehuizen, dan is Dennis echt een van de eerste die zegt, oh ja, ja. Ja, ik heb ook nog in een verzorgingstehuis gewerkt. Hij was een graffiti artist. Hij had een massagesalon volgens mij, maar dat weet ik niet eens zeker. Of als je het hebt over aquaria, dan heeft Dennis opeens albino longvissen gehad. Die uit, waar was het ook weer? Oeganda of zo? Uit Oeganda heeft laten vangen voor zichzelf en die dan uiteindelijk bij artist zijn beland. Bollepellen, krantenwijk, kochia's gedaan, rozenkwekerij. Daarna ben ik naar Duitsland gegaan als colporteur. We hebben schilderijen verkocht. Logistiek gedaan, dus internationaal transportplanner geweest. Daar heb ik voor Telfort gewerkt. Toen heb ik in een ziekenhuis gewerkt. In een houtfabriek thuiszorg gedaan. Toen ben ik bij Christie's terechtgekomen. Van Christie's hier naartoe. Tussendoor een tijdje bij Soetsupply gewerkt. Oh ja, heb ik ook nog tussendoor gedaan. Ja, ik dacht dat ik een goed idee was om een stomerij te beginnen. Dus daar heb ik toen een tijdje gewerkt. Zodat dus die tent overnemen was echt superkut. Dus niet gedaan. Volgens mij is hij 140 of zo met al die banen die hij heeft gehad. Maar de afgelopen 10 jaar zit hij gewoon hier vast. Gap, ik heb deze nu om voor het eerst. Het is echt niet normaal hoor. Karel joh. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht echt serieus. Hé, hey, schat. Oh, deze man. Hier. Zeg, nu eens een paar referentienummers. Eerst begin ik altijd met de hopje, want dat is Jasper's ding. Die moet op iedere video moet hij hoppen. Good morning. En nu gaan we wow, op naar de volgende cocktail, nummer 3. Je moet snappen, als je het zo brengt, dan denken mensen zo, die gaan ze even verstand van. Zou je niet herinneren dat we heel lang geleden een mod hebben gehad? Ja! Kan je nog herinneren? Uiteraard, zeker, zeker. Dat herinner ik me heel goed. Ja, ja. Want dat is wel 12 jaar geleden of zo. Maar hij was boos op mij, hè? Ja, ja, dat is wel. Hij was boos op mij. Zijn jullie nog steeds boos op elkaar? Hoezo? Ik was nooit boos. Nee, vertel. Kijk, meneer had toen al, weet ik veel, een talkshow of zo.
En mijn vriendin destijds, die keek daar graag naar. En meer. Laten we het daarop houden. Toch? En toen, toen moest ik hem even aan zijn jasje trekken. Of niet? Huh? Jasper de Faan al aan zijn jasje getrokken? Ik denk het niet. Jasper, vechtersbaas. Nee, ja. Ja, is Jasper een vechtersbaas? Nee. Oh, oh, oh. Kijk hoe gaat het. Ik weet niet of ik mee ga doen. Oh, fuck! Jasper is echt een driftkikker soms. Soms dan zit er iemand gewoon te vreten op het stoeprandje en dan zit ze dus zeg maar zo'n wrap te eten van die Libanezen hier en dan komt er allemaal vet op die stoep en dan wordt onze buurman, wat ook onze huurbaas is, boos op ons. Dus altijd als Jasper dat ziet, rent hij naar buiten en slaat hij als iemand dood. Jasper is, when it comes to Rolex, he is an encyclopedia. He's like in vintage Rolex, definitely he's one, is like number one in the world. Pijpenman is gelijk, ja. Rutger die probeert zich vaak positief uit te laten over Jasper in vlogs. Rutger heeft een hele hoop pijpunten verzameld sinds hij bij Amsterdam Fitness Watchers werkt. Hij is wel de opperpijper. Ja, hij had gezegd van luister, ik vind het leuk als jullie die vlog gaan doen in Rome, maar weer 2 Meijer verdienen. Want dan moet je even zeggen van ja, yeah, Jasper is number one Rolex professor, zes en zo. Maar dit is onzin. Kijk, Rutger krijgt sowieso niet betaald bij ons. Dus ook niet voor zijn werk, laat staan of om iets te zeggen. En hij quote unquote, is dit van iemand anders. Die zei, Jasper is top Rolex professor about the world. Dat zei een Italiaan een keer tegen Rutger. Dus hij liegt, hij heeft het gewoon van iemand anders. Rutger is echt iemand die een grote bek heeft, maar dan eenmaal in je gezicht gaat hij gelijk op zijn knieën. Pijpt hij gelijk. Dus het zou me niet verbazen als hij ook Jasper pijpt. Kijk, ze hebben gelijk. Zoals iemand in de comments een keer zei, jullie zijn allemaal kontdikkers van Jasper de Pijper. Aan jullie de eer, maar ik zou hem graag... Ik geef Peter de eer, man. Peter is helemaal met ons mee. Helemaal hiervoor ben je naar Rome, kan ik weer gaan? Wat vind je ervan, Peter? Mooi. Ja, ik snap wel dat je hier een huis van kan kopen, normaal. Wat een toeval, hè? Dat altijd die nummers van die servicepoutjes af zijn. Wat een toevallig trafgescheurd. Maar het lijkt altijd alsof ze tegen dezelfde muur een soort van. Het lijkt net alsof ze eraf gaan. Gewicht alleen al. Alsof iemand ze eraf gaat. Dat weet ik niet hoor. Like nas. R. Rose gold. He was on the invoice by yes. Me, right? Yes, I will follow up the full invoice. Is it? Yes, you can follow, yes. Oui, ja. See the condition of this watch, please. Crazy. This is 2508. Crazy condition, 2508. Lontano, lontano. Roberto. Ik denk niet dat dit heel chill is. Dat is zo'n beetje... Crazy. Ik ben helemaal bang alleen om een papiertje condition. Op te doen. Kijk, hoe scherp die kast is, die luxe, alles nog fucking dik. Ja, dit is gewoon zulke conditie, dat zie je niet vaak, man. Wow. 40 pieces in the world. It's right here. Why do you show us? Why do you show us if it's already sold? 39 from account 40. Dit is het skeleton. Ja. Soldera, everyone. And we, as I told you before, we try, as you can see from the bottle, for example, look this one with the dust. It's not because we don't like take out the dust from the bottles. It's because the bottle is resting. Ze hadden dus de ene grootste wijncollectie van Rome. En maar dat was in de kelder. Dus we hadden die winkel en de kelder. En we mochten niet naar die kelder. Dus toen hebben we gewoon heel veel wijn besteld. En toen mochten we wel naar de kelder. Stop. En deze... Ja, nee! Oh, nee! Oh! Dat was hem, hè? Oh, grap! Oh! God! Floortje, jij mag niet dingen schoonmaken. Anders de mensen op de vlog zeggen dat we seksistisch zijn. Oh, nee, dat zijn jullie totaal niet inderdaad. Als je vrouw dingen schoonmaakt, dan zijn we seksistisch. AVW is super inclusief. En feministisch.
en progressief. Tegenwoordig die, doet Dennis en Rutger doen alleen de afwas. En Floortje die doet zakelijke transacties. Feministisch. Ja, yeah, and not even close. Kan je deze de was doen? Oké, let op. Ja? En doe maar. We rijden omstubert hier langs. Wij moeten van de overkant van de straat, moeten wij hem door de bureau inschieten. En dan heb je gewoon een punt. Wat krijgt de winnaar? De winnaar mag tong zoenen met Rutger. Jij kan echt niet schieten, hoor. Jij kan het echt niet, hoor. Ik ga niet eens vertellen over mijn voetbalverleden. Monteer hier die goal die ik scoorde voor die benefietwedstrijd van FC Creators. Monteer die gewoon, dan weten mensen. Klaar. Robbie voor op Jasper! Ho, wat een goal! Wat een timing van die horlogeman! Wat een manier om te debuteren! Ongelooflijk! Ronald de Boer? Hi Ronald, ja, ik kom eraan. Ik denk dat het nog net op tijd lukt voor het EK, ja? Oké, man, ik zie je zo. We moeten vandoor, jongens. Plicht erop. Later! Laat ik zo zeggen, de selectie was al compleet. Maar ik was nummer 1 in de, zeg maar, in de wachtlijst. Mocht er iemand wegvallen, dan... Laat ik zo zeggen, ik had mijn telefoon naast mijn nachtkastje. Ja, maar ik snap niet dat mensen zo lullig doen over iets waar heel veel emotie in zit. Dus een meneer die heeft hier keihard voor gewerkt. Maar ik vind het ook wel mooi, toch? En kijk, kunst is heel persoonlijk. En ik vind het persoonlijk helemaal niks. Het is wel zo, het is natuurlijk ieder zijn smaak. En wansmaak is ook een smaak. Het is helemaal gek. Nou, daar komt dat Ramon-complex weer bij kijken. Kijk, dat is gewoon een auto die mijn statuur, mijn imposantie, die dat gewoon matcht, snap je? Dat is gewoon, dat gaat perfect in elkaar, vloeit dat over. Het is gewoon eigenlijk een soort verlengstuk. Verlengstuk, snap je? Van mij. Wat een geile bak, van mij. Dat is niet van mij, hoor. Dit is niet van mij. Kijk deze drie ingenieurs bij elkaar. Hij heeft een poot, hij moet schroef hebben. Nee, hou het bord erbij, houden. Ja, dit gaat echt. Voor de mensen die nu commentaar gaan leveren, vroegen Floortje om een pan te kopen waar we de wagyu in konden bakken op de grill en zij konden deze pan. Ja, maar deze discussie ga ik niet meer aan, want ik vroeg Floortje om een, wat vroeg ik? Gewoon een grillpan of zo, een braadpan voor dat vlees te halen. En zij komt met een fucking soeppan of wat was het? Een soeppan. Maar zij zegt dat het nog steeds de juiste pan is, dus... Een telefoon erbij? Ja. Sorry, wagyu koe. Je bent gestorven. Vervolgens in een of andere binnenstadtuin in een soeppan te liggen op de barbecue. En dan door een kipvreter word je omgedraaid. Nou, om te beginnen ben ik heel goed in koken. Dus ik kan met eigenlijk alles gewoon lekker koken. Ik wil sowieso even de credits opnemen voor die wagyu die ik heb gemaakt tijdens die barbecue.
Want iedereen geeft Rutger daar de credits voor. Rutger was letterlijk van, Ramon, gaat het goed zo? Ik zeg, ja, gaat het goed zo. We doen hem gewoon zo, doen hem in die pan. Ja, maar Floortje heeft een soeppan gehaald. Ik zeg, ja, maar het komt goed. We doen het gewoon. Hij zegt, oké, wacht. En Rutger snijdt zo'n stukje vet af. Dat is wel een goede move, eerlijk gezegd. En dat gooit hij dan in de pan als olie. Ja, nou, dat is goed. En we dumpen dat ding erin. En Rutger, Ramon, moet je niet kijken? Is hij niet al goed? Bro, rustig maar, hij is goed. En op een gegeven moment halen we die pan tevoorschijn. Hè? Dus wagyu in een soeppan. Bro, eerlijk. Dat was gewoon een lekkere wagyu. Perfect. En die heb ik gemaakt. Kijk, dat nu niet iemand per ongeluk in die pan staat, hè? Die wagyu was het beste stuk vlees dat ik ooit heb gegeten. Het vlees was het beste vlees wat ik ooit heb gegeten. Maar ik was terug, hè, bro? Moet wel straks nog even die beelden naar mij sturen. Dan ga ik ze even goed bestuderen of ze wel goed zijn. Kijk, persoonlijk vind ik het een stuk leuker om dames schaars gekleed met horloges te fotograferen dan Ramon die zich verkleedt als Ramon Soprano of met Tony in de kelder hier met een sigaartje. Ja, doe mij dan maar zo'n dame. Ga gewoon een beetje feesten, varen, leuke dingen doen. Weet je, ik met dat schieten, ik heb vaak geschoten op straat en zo.